Ferry, we gaan met jou praten. Je hebt een lange carrière achter je in Den Haag bij de NOS. Mm-hmm. Je bent eigenlijk nauwelijks veranderd in al die jaren. Hè? Je bent ietsje magerder geworden, andere bril, iets minder baard en soms weer iets meer baard. We moeten daar natuurlijk even naar kijken. Ik vreesde het al. Het was eigenlijk een rare vertoning, want de ene onheilsboodschap volgt na de andere. U wordt de grootste brekenbeen van dit kabinet genoemd. Hoe reageert u daarop? Nou. Ja, goedenavond. Ja, daar zijn we weer. VVD-Kamerlid Van Rij wint zich al jaren op over de bestuurlijke en politieke corruptie. Het zal me benieuwen hoe vaak hij het woord paars zal gebruiken, want ik zag de bloedhonden een beetje kwijlen. Ja, een treurigheid. Na een paar uurtjes, laten we maar zeggen, kokstoven, waren Wallagen en Wolfensperger zo zacht als een sudderlapje. Even dimmen, even dimmen. Nou, dat is in elk geval duidelijk. Bent u nog toegezongen trouwens? Ja, er is een eerste poging gedaan. Mevrouw Herfkens. Hoe is dit allemaal mogelijk? En zo even dat lachje ertussendoor. Ik heb nog nooit in de Kamer zoveel lof voor u gehoord, van vriend en vijand. Dat is zeker wel even wennen. Nou, zo wordt er nog wat vuur op. Wat olie op het vuur gestrooid. Laten wij positief beginnen. Waarom denkt u dat u geschikt bent? En met deze. Dit ziet er verstandig uit. Waarom moet het zo lang duren? Nou ja, Twan, het is geen kattenpis. Je kan zeggen, Twan, dat de machtsbalans op het Binnenhof hier een beetje verschuift van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. Eens even kijken, welke camera was ik van? Ah, hier. Ze zijn nog niet van mij af, roep ik dan vrolijk. Nee, hier zit hij dan. Oké, even kort gememoreerd. Uiterlijke vertoon is ongeveer hetzelfde gebleven. Is er veel veranderd in het vak? Ja, er is heel veel veranderd. De snelheid. Kijk, toen ik begon had je twee camera's op het Binnenhof. Eén van het Journaal en één van de Na Vandaag. En wij waren elkaars grootste concurrenten. Dus als wij 's middags om 2 uur een belangrijk nieuws hadden, dan bewaarden we dat gewoon tot 's avonds 11 uur. Ja. Want dan hadden we uitzending. En dan gingen we dat natuurlijk niet aan het Journaal geven, wat pas om 8 uur overigens uitstond. Ja, tegenwoordig zou ik alsnog ontslagen worden als ik zoiets deed. Want is er nieuws, binnen 5 minuten staat het op internet, er wordt getwitterd. Binnen 10 minuten hebben de eerste politici al gereageerd. Dus de omloopsnelheid van actiereactie is veranderd. Je kan klagen over de regen, er wordt veel over geklaagd, maar zo is het nou eenmaal. De communicatie gaat sneller. Wat je wel mag verwachten van politici, dat ze toch, ook als ze snel zijn, toch even nadenken wat ze zeggen. Dat doen ze meestal, maar niet altijd. En natuurlijk voor ons als journalisten is het natuurlijk toch een probleem dat je zo snel moet zijn. Hè? Vroeger bij de NOS, je moest 2 bronnen hebben. Langdurig bellen, nou dan duurde het wel 1 uur voordat wij ook op teletext wat te melden hadden. Dat vond onze hoofdredacteur terecht niet geweldig. Maar de vraag is, doe je het dan met 1 bron? Ja? Of zeg je, nou ja, we horen een nieuwtje en we zetten het alvast erop. En als het straks anders is, dan zetten we dat er ook weer op. Is dat het antwoord? Dat vind ik dus niet. Nee. Want maar gebeurt dat wel, vind je? Nou, dat gebeurt natuurlijk af en toe wel. Ik zit vanavond te balen, zal ik zeggen. Er was een nieuwtje van een VVD-Kamerlid. Die heeft vanavond met onmiddellijke ingang heeft hij gemeld dat hij uit de Kamer gaat. Ja. We zitten eindeloos te bellen om erachter te komen. Wat is er aan de hand? Matthijs Huizing is dat, hè? Matthijs Huizing. Ik weet het gewoon niet. Hij was woensdag nog op een Sinterklaaspartij. Ik had mijn afscheidsfeestje. Ik zat in Nieuwsport. Hij kwam nog gezellig binnen. Niks aan de hand. Nu gaat hij ineens weg. Ja. Ja, je kan natuurlijk een berichtje zetten dat hij weggaat en dat het wellicht te maken heeft met ofwel privéomstandigheden ofwel, waar ze bij de VVD natuurlijk vaker last van hebben, integriteitsproblemen. En dan kan je morgen melden dat het toch eigenlijk iets anders was. Ja, ja, je kan ook het alleen maar SEC melden. En die drang om meer te doen, om sneller te doen, die is er natuurlijk wel. Is het zo dat nu het Binnenhof veel dichter bevolkt is met journalisten dan 20 jaar geleden? Dat het daardoor, dat het daardoor ook leuker werken is? Ja, ik vind van wel. Ja, ik bedoel, in die tijd dat er maar 2 cameraploegen waren, was dat natuurlijk vrij comfortabel. Maar nu moet je wel echt steeds snel zijn en concurreren. Ja. En nou hebben wij natuurlijk, hadden wij bij het Nieuwsuur het grote voordeel dat we aan het eind van de avond zitten. Dus je kan het allemaal zien gebeuren en dan op het juiste moment iedereen gaan bellen en dan toch het nieuws nog hebben of niet. Ja. Zoals. Maar het is wel makkelijker. Kijk, Twitter werkt natuurlijk ook. Ja. Er zijn geheime onderhandelingen. Iemand ziet altijd wel eens iemand een deur binnengaan. Mm-hmm. En je weet waar je moet zijn. Is de kwaliteit van de onderwerpen die behandeld worden daarmee toegenomen?
Als je 24 uur per dag actualiteiten moet uitzenden? Ik vermoed een nee onder... Nee, ik vraag het maar zo. Ik doe de radio wel eens aan, ja, dan hoor je Zwarte Piet, dan hoor je Zuiderwijn. Ja, ja. Oranje, code rood. Allemaal, ja, ja, wereldschokkende onderwerpen. Maar u luistert er wel naar. Ja, want ergens. En als wij de code rood niet melden, dan... Nee, maar kijk, ja, dat, ja, zijn van die dingen natuurlijk. Het is allemaal sneller. Maar je kan klagen over de regen. Het is gewoon zo. En wij hebben de opdracht om in die snelheid toch betrouwbaar te blijven. Terug naar het begin, Ferry, als okay, het goed vindt. 1984 of 85? 84. 84. Ja, we gaan eerst kijken. En zeg dan maar even welke feestelijke reportage je daar hebt gemaakt. Oh jee. Meneer Vos, mag u even storen bij deze activiteit? Waarom zit u op de laatste dag van de Kamer vis schoon te maken? Wel, de fractie van de Partij van de Arbeid heeft een kerstborrel. Dat is niet alleen voor de fractie, maar ook voor het personeel. Omdat we het hele jaar nogal hard gewerkt hebben. En dat vinden we eigenlijk wel gezellig. En we vinden het ook leuk om zelf de dingen klaar te maken die we naderhand opeten. Ja, Ferry. Dat heb je toch maar mooi boven water gekregen. Dit is het eerste beeld wat wij van jou hebben kunnen vinden. Dus ja, wij dachten, ja, ja. Daar kun je het nog herinneren eigenlijk? Nee. Ook niet hoeveel mensen er ziek zijn geworden na het eten van die vis. Maar, nee. Maar zo'n onderwerp, kijk, ja, we moesten iedere avond 15 minuten maken. En er, ja, waren van die dagen, en zeker tegen de kerst, dat er gewoon helemaal niks was. Mm. Ook met Sinterklaas, om 2 uur is de kamer helemaal leeg en verlaten. Toch 15 minuten politiek maken. Dan kom je wel eens tussen het onderwerp. Tot het uiterste te gaan. Ja, nou ja, dan ben je blij dat je nog iemand vis ziet schoonmaken. Ja. Kijk, je hebt veel legendarische dingen meegemaakt en zelf ook gedaan. We hebben je daarom ook gevraagd om zelf af en toe eens even iets te vertellen wat je leuk zou vinden om nog terug te zien. Dat vinden wij dan meteen ook. En zo is er een gesprekje onder de paraplu met Jan-Peter, ja, Balkenende. Ja. Hij heeft eigenlijk zelf al gezegd, onder deze omstandigheden kan ik geen fractievoorzitter blijven. Als het zover komt, laat ik het dan zo zeggen, bent u bereid om die kar te trekken tot aan de verkiezingen? Want u bent toch de tweede man en dan moet u de fractie gaan aanvoeren. Het gaat in het vak van politicus zijn altijd nemen van je verantwoordelijkheid. Maar ik heb nooit gepraat over mijn eigen ambities. Het gaat om de vraag wat is in het belang van de fractie en dat gaat de fractie zelf uitmaken. Maar u bent toch wel beschikbaar? U bent niet voor niks de tweede man. Ik denk dat het goed is dat we discussie over het fractievoorzitterschap maandag maar eens hernemen. Ja, u wilt ze niet voor de voeten lopen. Hè? Nou, alvast gefeliciteerd onder deze dramatische omstandigheden. Zullen we die nog even opzouten? Dank u wel. Ja, toch, Ferry. Ja. Wij hadden niet gedacht dat dit nou meteen in de top 10 van de beste politieke interviews zou komen. Nou, 2001, de leider Doop Scheffer en Marnix van Rij, de voorzitter van CDA, die vechten elkaar de tent uit. Vrij onbekende financieel woordvoerder, Jan-Peter Balkenende, en die wordt de nieuwe man. Maar het is nog vrijdag, we staan live met Nova bij het CDA-hoofdkantoor. Maandag wordt hij het pas echt. Goed. Dit gesprek is afgelopen. Moet je nog even letten op die stang. Wij staan namelijk in de regen onder een paraplu. En ik denk nog steeds dat het een soort intimiteit was van onder die paraplu. Want ik had gezegd, nou, dank u wel. Hè. En toen zei hij ineens, Ferry, want zo kennen we elkaar. Ferry, denk je dat ik het kan? Ach, oh god. Ja. Dat gaat goed. Ja. Van tederheid. Nou, het was een oprechte vraag. En ik zei, ik was daar natuurlijk, het was niet een gewone vraag die je van de politieke leider krijgt. Wat zei je toen? En toen zei ik volstrekt oprecht, nou Jan-Peter, volgens mij kan je dat niet, want je bent veel te weinig populistisch. Hij heeft wel 4 kabinetten onder moeilijke omstandigheden geleid. Ja. Ja. Met andere woorden, het zegt niet altijd... Dat je geen gelijk had, bedoel je dat? Dat hij er geen kijk op heeft? Nee, ik zeg alleen maar dat iedereen natuurlijk zei... Ja, hij communiceerde zo slecht en dit en dat en zo. Maar onder omstandigheden kunnen mensen toch tot daden komen... die je niet van ze verwacht als ze dit soort uitspraken doen. Is het ongemakkelijk als je zo dicht op elkaar zit... en elkaar best goed kent en ook nog eens een glas na afloop drinkt... of nog eens een privépraatje houdt, omdat je aan het wachten bent... om daarna gewoon scherp en hard te worden? Nou, dat vind ik wel lastig. Ik heb wat dat betreft, als ik iemand te aardig ga vinden... dan vind ik het lastig om kritische vragen te stellen. Dat is ook een reden dat ik altijd afstand hou. Ik ga nooit lunchen, ik ga nooit dineren, weet ik wat. En dat probleem heb je inderdaad, want je hebt natuurlijk toch contact met politici. Ik zal maar eerlijk voorbeeld noemen, Rutte. Je hoeft beleid niet ontzettend te steunen, maar het is gewoon een aardige man. En dat betekent, dat vind ik lastig. Dus mijn gesprekken met Rutte zijn altijd een beetje snibbig.
Mm-hmm. Omdat ik wil voorkomen dat ik te aardig word. Dus ik ben extra snibbig om te voorkomen dat hij of iemand anders denkt dat ik te veel op zijn hand zou zijn. Jij streeft naar objectiviteit. Dat probeer ik. En we moesten ook even zoeken, maar het is toch wel gelukt om twee fragmentjes te vinden waarin je die subjectiviteit meer aan de dag legt. Laten we even kijken. Oh jee. Zie je. Welke gedachten had u toen u die foto van die ruïne opstuurde? Nee, dat is een hele stad, hè, in Turkije. Ja. Nee, maar ik dacht even, zit er een zekere symboliek in naar uw eigen situatie, maar dat... Nee, ik heb hem niet eens bedacht, want anders zou ik hem natuurlijk niet ingestuurd hebben... als ik wist dat jij zo zou gaan vragen. Oké, die ruïne heeft, laten we dat even vaststellen, die ruïne heeft niks met GroenLinks te maken. Dan gaan we naar de inhoud. Kortom, tempo, maar wel graag de goede keuzes en dat je geen vaagheid krijgt. Oké, u spreekt uit ervaring, hè, op die vaagheden. Mevrouw Halsema. Wow. Sorry. Ja, excuus. Onnodig. Dat was een onnodige opmerking. Ja. U kunt daarop reageren. Ja. Nou, dit is een dieptepunt in mijn professionele carrière. Dat was het laatste grote verkiezingsdebat met Balkenende. Op een gegeven ogenblik ken je de mensen zo goed dat je echt gewoon aan het discussiëren bent. Je bent live en het schoot gewoon niet op. Dus je staat je een beetje op te winden. Ja, en dan stond Balkenende weer zo te, nou ja, vaag te doen. En dan... Pats. En op het moment dat het eruit schoot, dacht ik, oh nee. Prima, je ziet dat zie je bij had ik nooit voor televisie. Nee, ja, maar de man zit, er zitten 1,5 miljoen mensen, 2 miljoen mensen zitten naar dat debat te kijken. De volgende dag zijn er verkiezingen. Hm. Alles wat je doet, kan niemand meer goed maken. Hij dus ook niet, want hij verloor. Dat kwam niet alleen door die opmerking. Maar dat is echt zo'n professionele fout. Ja, die andere met Jolande Sap, dat vond ik wat minder. Ze had zelf die foto ingestuurd. Ja. En ze wist dat we met wat leuks met die foto's zouden gaan doen... als je dan een ruïne instuurt. En je legt hem wel op de stip. Ja. En dan ben ik zo lullig om hem in te schieten. Wat gebeurt er na zo'n opmerking? Laten we die debatsetting nemen. Want ieder pakt dan even zo'n momentje. Is het dan daarna klaar? Of komt Balkenende nog even naar je toe? Ik ben naar Balkenende toe gegaan. En nog een keer mijn next. Ik vond het echt heel erg. Ja. Niemand verdient dat. En hij dus ook niet. Dus ik heb nog een keer mijn excuses aangeboden. Maar ja... Weet je, daar koopt hij ook niks voor. Want ja, het is al gebeurd, je kan het niet meer terugtrekken. Hij kreeg van mij, had nog een uur kunnen praten wat mij betreft en vagen. Was maar niet meer goed gekomen. Het is natuurlijk nooit meer goed gekomen, nee. Hij heeft bij zijn afscheid in de Ridderzaal, was een grote partij. Er was geen enkele journalist uitgenodigd. Behalve de hoofdredacteur, de voorzitter van het genootschap van de hoofdredacteur of zoiets. Voor de rest niemand uit Den Haag. Hij moet ernstig geleden hebben. Je hebt niet kunnen zeggen, zie je wel, je kon het. Nou ja, maar dat vind ik toch... Kijk, we zijn natuurlijk tegenwoordig... Als je niet voor tv een beetje goed uitkomt... Dan zou je geen politicus meer kunnen zijn. Hij was nog wel een voorbeeld waarin dat wel kan. Ferry, dit hoort er ook bij. Okay. Laten we even kijken. De situatie in het katshuis... Ja, ik ga door. Is dat op dit moment de onderhandelingen bezig zijn... tussen aan de ene kant Mark Rutte en... Maxime Verhagen, die natuurlijk hebben gezegd van... tja, 16 miljard bezuinigen is geen pretje... maar die grote broek hebben we zelf aangetrokken. En aan de andere kant Geert Wilders, die juist heeft gezegd heel duidelijk van... hey, jongens, ik ben geen cijfer. Fetisjes. Nou, en tussen die twee uitersten gaan deze onderhandelingen. Ja, Thomas van Luijnen. Ja, ik merk weer, de hele zaal vindt het leuk. Ja. Jij ook? Nou, ik hoorde het van mijn kaasboerin. Die zei van, ik heb gisteren zo ontzettend gelachen. Toen ben ik met mijn zoon naar Diligentia gegaan en ben dan gaan kijken. En dan krijg je dat effect. Dan is het afgelopen, dan gaan de lichten uit. En iedereen ziet dan dat ik daar... En zo'n soort besmuikt. Oh, wat zal hij daarvan vinden? Ja, wat vond ik? Nou, toen ben ik eerst op de gat naar beneden naar Thomas van Luijnen gegaan in de artiestenfoyer en net gedaan alsof ik heel boos was. Dat was ik absoluut niet. Ja, ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik vind het minder leuk dan jullie. Vind jij het leuk? Nee. Ik vond dat verslikken vond ik eigenlijk wel knap gedaan. Maar ja, ik herken dat niet. En jullie wel. Ik moet er niet aan denken dat iemand daarna zou doen. Ja. Goed. Nou, we gaan de komende tijd met regelmaat van jou genieten aan deze tafel. Daar zijn wij blij mee. Nou. We hebben vandaag van al onze gasten genoten. Daar zijn we ook blij mee. We wensen u allen een fijn goed weekend.
Zijn we nog betrokken bij... ga je nog naar Zuid-Afrika toe eigenlijk? Nee hoor, nee, ik blijf hier. Nee, zo'n begrafenis is een gekke huis. En ik ga helpen hier aan deze kant. En dat geldt voor jou ook. Jij blijft ook hier nog even. Kijken. Ja, voor de buis. Nog één andere kwestie. Kijkt u even naar dit. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen. We nemen dat klein beetje risico. We hebben dat vertrouwen. Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtold dan. Ik heb die brieven nooit onder ogen gekregen. Ik gaf mijn woord. Ik heb het oprecht moeilijk met deze zaak. Het ergste wat mij kan overkomen is als ze zeggen, je moet de fractie verlaten. Ja. Wat is het politieke tv-moment van 2013? Aan het einde van het jaar gaan we nog één keer stemmen. Op pauwenditteman.nl. Schokkend, ronduit vreselijk. Weet jij nu al wat jouw favoriete fragment is, denk je, Ferry? Ik zat te aarzelen, maar toch uiteindelijk Rutte. Ja. Kopen auto, kopen huis. Dat was zo over de top. Ja, je was er toen bij. Ja, en het houdt op. Besef je ook meteen wat dat zou betekenen? Nou ja, het filmpje houdt op, maar dan zegt hij vervolgens... Meneer Mingelen, u kijkt zo somber, want ik dacht... wat zit hij nou toch allemaal te vertellen? Waar gaat dit naartoe? Dus nou ja, zo ging het verder. Ja, hij was zo blij dat het sociaal akkoord was afgesloten. Mm-hmm. En hij heeft zoiets van management by speech. Als je nou maar zelf positief bent, dan gaat de rest vanzelf mee. Nou, er zit iets in, maar hij vertrouwt er iets te veel op, denk ik. Dit was hem, deze aflevering. Dank allemaal. Tot maandag. Dankjewel. Tot dan.